Hans Molles van de Lijsmolles in Tilburg, grote winnaar van de verkiezingen. Ja, meneer Smolles, had u dit verwacht? Nou, ik had wel verwacht dat we uh, zouden winnen. En ik, zou, ik had ook gedacht dat we fors zouden winnen. Maar ja, dan moet je het nog zien. En tien zetels is natuurlijk enorm. als je al vijf zetels hebt. en al de derde partij bent. Dus maar ik merkte in de stad dat er iets gaande was. Mensen trapten niet meer in die karaktermoord. die al jaren op mij gepleegd is ten onrechte. Uh, mensen hebben gewaardeerd wat ik doe in die wijken. En dat is nu uiteindelijk is dat uitbetaald in deze tien zetels. Tien zetels, ja, dat schept ook verantwoordelijkheid. Absoluut, maar ik ben heel mijn leven al verantwoordelijk uh, bezig geweest. Hè, met mijn zaak, met topsport en ook met politiek. Ik ben altijd verantwoordelijk geweest. Ik ben juist degene. Ik was wel de boodschapper van het slechte nieuws, maar daar kon ik niks aan doen. Ik wil hier nou de verantwoordelijkheid nemen om samen voor die stad te gaan. Dus met alle partijen ga ik praten die ertoe doen. Die uh, toch een aantal zetels hebben. Nou, en daar moeten we dus samen die stad mee vooruit gaan helpen. En ik denk niet in met jou wel en met mij niet. Wie kun je op zijn kracht benutten in die stad? Daar gaat het om. Want uiteindelijk moeten we die stad met z'n allen verder helpen. De tweede grootste partij in Tilburg is D66. En die heeft eigenlijk al gezegd van ja, samenwerken met Smolders, dat zien wij niet zitten. Dat ja, gaat niet gebeuren. Nee, maar dat zijn we. ...die politieke spelletjes, daar moeten we van af. En ik hoop dat ik ook direct in het gesprek daar snel een in kan maken. Want anders, ja, dan hebben ze iets met elkaar bekonkeld en dat moet niet. Ik wil, ik wil er positief in gaan staan. Ik wil met alle partijen wil ik aan tafel en serieus aan tafel. En niet allemaal omdat ik de grootste ben. Nee, ik ga nederig zijn. Mijn verantwoordelijkheid heb ik altijd al genomen, dus dat mag geen probleem zijn. De nederige Hans Molders? Ik ben altijd al zo geweest. Alleen iemand moet af en toe het vuile werk opknappen. En daar blijf ik ook staan. Dat hebben we allemaal ook kunnen zien. Maar het was ook nodig. Anders kun je geen drie wethouders wegsturen en een burgemeester. Dan, er moest puin geruimd worden om, om verder te kunnen met z'n allen. Afgelopen jaren hebben we goed met elkaar samengewerkt. Dat zegt D66 ook gewoon. Alleen, ja goed, in het machtsdenken, daar moeten we vanaf. Het moet echt in het belang van onze stad, in de wijken en onze inwoners. En de dorpen niet te vergeten. Daar moeten wij voor gaan staan. Als we het over machtsdenken hebben, ja, de huidige coalitie behoudt een meerderheid: hè? 23 zetels, weliswaar een hele krappe meerderheid. Maar in principe hebben ze de lijst niet nodig. Ja, dat zou democratisch gezien uh, ja, belachelijk zijn. Om een partij die al de derde partij was, hè, dus we hadden eigenlijk vorige keer al mee moeten doen. Als we dan nu verdubbelen, als dat nog geen signaal is die de kiezers hebben afgegeven. Nou ja, dan gaan die mensen straks helemaal niet meer naar de stembus toe. Dat zou toch heel erg zijn.